Vandaag op de koffie, Berend Dinkla, topbankier bij ABN AMRO en voorzitter FRC. Hoe is het op dit moment gesteld met de kredietverschaffing richting MKB-ondernemers? En ziet de bank het verschil tussen een administratiekantoor en een accountskantoor? Tijd voor een goed gesprek. Berend Dinkla, hartelijk welkom. Dankjewel. En Marco op de koffie. Ja. Wie is Berend? Berend is 51 jaar, woont in Amsterdam, houdt van hardlopen. En werkt bij ABN AMRO als hoofd Product and Business Development. Ja, ik las ABN AMRO, dat is tot nu toe uw hele carrière, ABN AMRO. Nou, nog een klein stukje ervoor en een stukje ertussen. In militaire dienst geweest 2 jaar. En daartussendoor heb ik een eigen bedrijf gehad, Olie en Dinkla. En wij deden wervingsselectie en interim management. En dat hebben wij samen met partner Paul Olie 3,5 jaar gedaan. En daarna hebben we het bedrijf verkocht. En toen ben ik weer teruggegaan naar ABN AMRO. Dus een tussenperiode van 4 jaar, maar wel weer terug op het vertrouwde nest. Dus u heeft een groen-geel hart? Zeker, absoluut. Door de jaren heen is dat alleen maar sterker geworden, het groen-gele hart. Ja. En wat maakt het nu om voor die bank dagelijks te werken? Waar zit die drijfveer? Dagelijks werken is toch al begonnen toen ik startte bij de bank, dat ik heel graag met klanten om wilde gaan. Ik kon of kiezen om accountant te worden, of toch wel de bankaire richting. En het krediet verlenen, het echt klanten verder wil helpen in hun droom, dat was mijn initiële drijfveer om bij ABN AMRO te gaan werken. En dat is nog steeds. Van hoe kan je klanten helpen om bankzaken zo eenvoudig, makkelijk mogelijk te kunnen laten maken? Dus die droom heb ik gehad en ik denk dat ik nog steeds op hetzelfde koers zit. Als we kijken nu naar het MKB, dan zien we daar behoorlijk wat ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is dat het weer beter schijnt te gaan met het MKB. Ja. Merkt u daar wat van als bank? Wij merken daar ook zeker wat van, op 2 verschillende manieren. Kijken we 1 naar het kredietvolume en dat neemt echt toe. Dus het aantal kredietaanvragen neemt toe en het aantal geaccepteerde kredieten neemt ook toe. Dus ons volume stijgt. En het tweede is dat we ook zien dat de voorzieningen op klanten een heel stuk lager zijn. Dus ze zijn echt lager dan jaren hiervoor. Dus we zien ook gewoon dat zijn goede indicatoren van hoe gaat het dan met de economie. En daar zien we dat het eigenlijk goed gaat met de BV Nederland, om maar zo uit te drukken. Ja, de BV Nederland heeft ook de ontwikkeling dat het aantal ZZP'ers steeds meer toeneemt. Ja. Wat merkt u daarvan? De flexibele schil zien we dat die toeneemt. We zien het op verschillende manieren. Het aantal werknemers bij bedrijven wordt minder. Daardoor kunnen ze flexibeler opereren. Maar bijvoorbeeld aan onze particuliere zijde zien we natuurlijk ook veel ZZP'ers die een hypotheek willen. Dus op verschillende elementen binnen de bank zien we dat deze groep groter wordt. De laatste jaren hebben we een gigantische ontwikkeling in automatiseringsland meegemaakt en nog steeds. Ja. Dat zien we ook bij de banken. Ja. Komt de bank niet te veel op afstand te staan daardoor van de cliënt? Wij proberen namelijk veel al de processen waar ze niet zo heel enthousiast zijn te digitaliseren. Dus processen als klant worden of een nieuwe rekening houden toevoegen. Een creditcard aanvragen, zulke soort processen gaan we steeds meer digitaliseren. En straight-through processing, dus foutloos en heel snel een aanvraag kunnen doen en ook die kunnen realiseren. Dus het zijn de processen waar de klant het persoonlijk contact niet hoog heeft te staan. En we proberen de tijd die we daarmee kunnen winnen veel meer in te zetten voor adviserende gesprekken. Dus we proberen door de diepte te zoeken, ook in de sector van de klant. We zijn een sectorgerichte bank. Om een adviesgezend beter te laten worden en de processen die geautomatiseerd kunnen worden, die vooral te automatiseren. U gaf het zojuist aan, kredietverschaffing. Ja. Als we nu eens kijken naar MKB-ondernemers. Die hoor ik regelmatig, wellicht kent u die uitspraken van die banken die doen niets meer op financieringsgebied voor de MKB-ondernemer. Ja, ja. Anders heb je wortel in je oren. Dus die horen wij natuurlijk ook regelmatig. En we proberen ook veel in gesprek te gaan met ondernemers, met MKB Nederland, met het ministerie van Economische Zaken. En we proberen echt zoveel mogelijk te kijken hoe wij kredietverlenen kunnen stimuleren. En als wij het krediet niet kunnen verstrekken, of we dan andere mogelijkheden zien. Bijvoorbeeld gestapeld financieren, zou je een stukje met informal investors kunnen doen, met achtergestelde leningen, borgstellingskredieten. Dus we kijken wel van hoe kunnen de financieringsbehoeften van de klant zoveel mogelijk invullen.
En ik denk dat, dat natuurlijk na de crisis iedereen wat voorzichtiger is. Maar dat de balans ook wel weer gevonden is. En we zien ook aan het kredietvolume dat we ook echt meer kredieten verstrekken dan hiervoor. Alternatieve financieringsvormen. Is dat nu een vloek of een zegen voor de bank? Alternatieve financieringsvorm is een zegen voor de bank. En wat je ziet is dat sommige kredietbehoeftes kunnen of willen wij niet invullen. En die zijn andere partijen die dat heel goed kunnen doen. Dus we zijn druk in samenwerking met bijvoorbeeld Funding Circle om te kijken van ja, wat past minder goed bij de bank qua financiering en hoe kunnen andere partners dat oppakken en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk naar elkaar verwijzen. Dus het is voor de banken geen vloek, het is echt een aanvulling. Kunt u zich voorstellen als een gemiddelde MKB-ondernemer dit antwoord hoort, dat hij denkt van ja, hier heb ik weinig aan met al die overleggen, daarmee heb ik mijn financiering nog niet geregeld? Nou, ik denk dat de financieringvraag hè, voor een heel groot deel zal die ingevuld kunnen worden door een bank. En daarnaast zal een bank of een accountant zijn klant, de MKB-ondernemer, kunnen helpen van hoe krijg je hele financiering rond. En dus enerzijds ja, met een informal investor onderhandelen, gesprekken voeren met de bank. Dus ja, daar is de adviesfunctie van zowel de bankier als de accountant, kan een MKB'er helpen om zijn financieringsbehoeften volledig te kunnen afdekken. U bent ook voorzitter van het FRC. Wat is dat voor organisatie? De Financiële Rapportage Coöperatief is een samenwerking tussen de drie grootbanken, ABN AMRO, ING en Rabo. En die zet de infrastructuur neer voor SBR, Standard Business Reporting. Dus een samenwerking tussen de drie banken en andere partijen kunnen aansluiten bij dit coöperatief. Dus eigenlijk zit ik hier nu aan de tafel met degene die ervoor zorgt dat straks alles via SBR mag worden aangeleverd. De voorzitter van de organisatie, dus in dit geval je gesprekspartner. Die zal ervoor zorgen dat in ieder geval de infrastructuur en de bankstaxonomie op peil is. U heeft in een interview gezegd dat de snelheid van kredietaanvragen sneller kunnen met een SBR-aanvraag dan de traditionele aanvragen. Klopt. Dan moet u mij eens toelichten. Ja, en collega ING Bank heeft er ook een propositie voor gemaakt. Dat als je via SBR je gegevens aanlevert, dat je binnen no time een antwoord krijgt. Maar wat het in ieder geval is, als een accountant een jaarrekening maakt, die doet hem in een envelop en bij de bank komt die binnen en die moet dat nog eens een keertje intypen in hun systeem. Ja, dat is natuurlijk enorm grote overslagtijd en de gegevens zijn ook minder accuraat. Terwijl als je gewoon via SBR je jaargegevens, maar ook andere gegevens digitaal toestuurt naar de bank en die komen meteen in de bronsystemen, ja, gaat het natuurlijk een heel stuk sneller dan via de papieren weg. Nu werd dit voorjaar werd met veel tromgeroffel de samenstelverklaring dat die kon worden toegevoegd bij SBR-rapportages. Klopt. En daar zijn wij als Novak een beetje van geschrokken, want we zagen in een ander bericht staan dat ook andere dienstverleners, zoals administratiekantoren, ook een samenstelverklaring kunnen afgeven bij SBR-rapportages. Mm-hmm. Ziet u geen verschil tussen MKB-accountants en andere dienstverleners? We zien uiteraard een verschil tussen gecertificeerde accountants, zoals AA en RA-accountants en andere accountants. En zeker gecertificeerde accountants die natuurlijk ook middels hun PE-punt hun kennis op peil moeten houden. En er is heel veel wet en regelgeving waar ze van vergerist moeten zijn. Ja, we zien daar natuurlijk verschil tussen. Maar ik denk ook dat elke soort ondernemer van verschillende formaten een ander soort accountant kan gebruiken. Maar terug naar mijn vraag, is dat de samenstelverklaring even goed zo kan worden afgegeven door een administratiekantoor dan wel een accountskantoor, dat de bank daar geen onderscheid in maakt? Een samenstelverklaring zien wij voor elke partij, als die het grondig en goed doet, op dezelfde manier zullen we die behandelen. Dus eigenlijk zegt u dan mee dat de kwaliteit van een administratiekantoor hetzelfde is dan van een accountantskantoor? Nou, ik denk dat als je kijkt naar echt het kleinbedrijf, dan kan je af en toe afvragen, zou je daar een AA of RA-kantoor voor moeten hebben? Kijk je naar een wat grotere groep, de klanten met een wat grotere omzet en een grotere omvang, ik denk dat daar de veel meer toegevoegde waarde ligt. Stel, ik kom als MKB-accountant bij u. Ja. Voor een financieringsaanvraag. Waar let u dan op? Voor ons blijft altijd van belang de ondernemer. Dus het gesprek met de ondernemer is in ieder geval het allerbelangrijkste. En dan gaan we echt in op de ondernemerskwaliteiten en ook kijken van ja, wat zijn nou precies de plannen? Zit er een onderbouwd ondernemersplan in? Is dat realistisch?
Dat zijn hele belangrijke elementen. En natuurlijk heb je je cijfers aangeleverd via SBR. Dus we hoeven dan geen papier meer te krijgen. We willen echt alles digitaal ontvangen. Dat zijn wel belangrijke onderdelen bij het gesprek voor een kredietaanvraag. En waar let u dan op in relatie tot de MKB-accountant, de adviseur van de ondernemer, van de MKB-ondernemer? Als ik naar de accountant kijk die de ondernemer adviseert. Ja. Of u zeer echt wel weet wat er gebeurt in de sector van de ondernemer. Dus hij moet echt diepgaand informatie hebben over de sector. We kijken echt of hij de plannen ondersteunt die de ondernemer indient. Dus heeft hij iets gemaakt of hebben ze doorgesproken en heeft hij toch wel een realiteitscheck gedaan. Dat zijn voor ons wel hele belangrijke elementen in de relatie tussen accountant en zijn klant. Als u kijkt naar de rol die de accountant heeft in een financieringstraject naar de bank toe. Ja. Hoe ziet u dan die ontwikkeling daarin? Blijft die hetzelfde of volgt die anders? Ik denk dat wat je ziet is natuurlijk door digitalisering en automatisering zijn veel standaardprocessen ook voor accountants vereenvoudigd. Dus ook de accountant krijgt meer ruimte om zijn klant te adviseren. En ik denk ook in de financieringsaanvraag zal een accountant samen met zijn klant wel kijken wat is nou de optimale samenstelling van de financiering. En ik denk dus dat daar de rol van de accountant toeneemt, ook in het gesprek met de bank. En dat we samen gaan kijken welke financiering past nou het beste bij de cliënt. En die kennis die daarvoor nodig is, ja, om te kijken naar een optimale financieringsstructuur in relatie met SBR en de samenstelverklaring die wordt afgegeven. Ziet u daar dan verschil in deskundigheid ontstaan tussen een accountskantoor versus een andere dienstverlener? Of zegt u daar ook, nou ja, het is om het even. Dat is precies dezelfde kwaliteit die geleverd wordt. Ik denk dat het heel goed is dat AA en RA accountants gecertificeerd zijn en hun punten bijhouden, zodat ze altijd up-to-date informatie hebben. En dat ze weten wat de wet en regelgeving inhoudt op die van toepassing is. Dus ik zie daar een heel groot voordeel bij een RA-AA accountant, want het zit gewoon ingebed in het systeem. Daarnaast zien we natuurlijk bij SBR dat je gestandardiseerde cijfers krijgt en dat een accountant heel goed in gesprek kan gaan met een klant van god, hoe doe jij het in verhouding tot jouw peers in een benchmark? Dus ik denk, zelden als met bankiers, dat je een ander soort toegevoegd waarde moet gaan leveren aan je klant. En dat zit veel meer in het advies dan in het samenstellen. Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de MKB-account bij financieringsaanvragen? Misschien meer specifiek gestapeld financieringsaanvragen bij de bank? Ik denk dat een toegevoegde waarde is van een MKB-accountant, hè, gecertificeerd AA of RA. Dat we in ieder geval natuurlijk veel waarde kunnen onttrekken aan de cijfers die ingestuurd wordt. Dat vanuit het specialisme van de accountant er ook een goed gesprek is gevoerd met de MKB-ondernemer. Van hoe ziet nou de financiering eruit? Welke elementen wil het? Welk risicovol gedeelte zit erin? Hoe wil het invullen? Informal investors, achtergestelde lening. Dus ik denk dat we dan al een veel verder in het gesprek kunnen zitten en de cijfers betrouwbaarder zijn. Cijfers betrouwbaar. Novak pleit al jarenlang voor de zogeheten assurance op maatproducten. Dus dat er een zekerheid verschaft wordt bij delen van, ja, van de jaarcijfers. Ja. Wat vindt u van dat voorstel? Nou, wij zijn natuurlijk enorm voor van dat de cijfers die we ontvangen, dat die betrouwbaar zijn. Want dat is toch wel waar wij ons in onze revisie ons ook baseren. Dus ja, hoe meer betrouwbaarheid wij kunnen ontlenen aan de cijfers, hoe liever we dat hebben. Bij Marco op de koffie, ja? Is er één laatste vraag die ik aan mijn gast stel. En de vraag is, welke drie tips, drie adviezen zou u de MKB-accountant willen meegeven naar de toekomst toe? Ja, ik denk tip 1 is helemaal meegaan in digitalisering. Want we zien nog steeds ook kantoren, MKB-kantoren, die qua digitalisering toch nog wat achterlopen bijna bij hun klanten. En ik denk dat dat in ieder geval wel is. Je moet gelijk pas houden met de klanten. Kijken wat je kan digitaliseren. Het tweede is, het traditionele werk zal op een bepaalde manier toch wel echt veranderen. En dat betekent dat je je tijd anders moet gaan invullen. En ik denk dat zeker ook MKB-ondernemers veel zitten te wachten op de toegevoegde waarde, het dieptegesprek. En derde is toch wel een specialisatie. Als bank hebben we gezegd, wij specialiseren ons in sectoren. Daarbij onderscheiden we ons als ABN AMRO van andere banken. En ik denk ook dat een MKB-accountant zich moet gaan onderscheiden. Zit hij in bepaalde specifieke sectoren? Zit hij in een bepaald segment? Dus ik denk dat dat drie tips zijn, ja, voor een MKB-accountant om misschien de volgende jaren verder te kunnen gaan groeien. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? En ik wens u veel succes toe met uw voorzitterschap, FRC
en alle activiteiten binnen ABN. Dankjewel en dank voor het gesprek.